Kijk, dat is nou een weidevol natuurboerderij. En het is echt ook een echt wijde uitzicht rondom het gebouw. En ik neem je vandaag mee naar de natuurboerderij Weidevol. Daar wacht Leanne Spans op mij. Kijk. Nou, en hier zo. De silo die iedere 2 weken gevuld wordt door Reuring. Dus dat is onze leverancier voor de biobrok. Wij nemen eigenlijk alles af via Reuring. Ja, de biologische tak van voor farmers, hè? Ja. We voeren hier ook alleen eigenlijk maar gras, geen mais en dergelijke. En wij voeren dan nog wel okara bij, dat krijgen we ook via Reuring. En dat is eigenlijk een product dat vrijkomt bij de sojawinning voor de humane sector. Dus eigenlijk een afvalproduct, ja, zeg maar, van de soja. En dat is heel eiwitrijk, dus dat is altijd smakelijk voor de koe. Als je het er niet in hebt, dan proef ze het gelijk. Dan laat ze het liggen? Of, Nou, dan wordt er gewoon minder gevreten. Ja, dat merk je echt al. Ja. Dus, ja, en dat is dan ook wel gewoon wel leuk dat je op die manier toch wat dingen sluitend krijgt. Ja. Ja, het is natuurlijk belangrijk dat het biologisch is. Dus het is er ook wel gangbaar, maar wij hebben altijd biologisch. Ja. Een jaar of 7 denk ik biologisch. Dus, nee, we waren dus niet altijd biologisch. Dat gaat niet zomaar, hè? Dus ik kan niet zeggen van nee, de een of de andere dag... De andere dag biologisch. Nee, daar ben je echt 2 jaar mee bezig om te schakelen. Dus sowieso met het weiland, 1,5 jaar ongeveer. En dan moet die koeien nog 1,5 jaar omschakelen. Okay. Je moet dus al wel 1,5 jaar krachtvoer voeren, maar dan krijg je nog de prijs van de gangbare melk. Van de gangbare melk, ja. Dus het is ook echt wel een investering. Niet iedereen lukt dat te doen. En sowieso moet je natuurlijk voldoende grond om je bedrijf. Iemand van Reuning vraagt om meer informatie voor biologische voeding of grasweidemengsels. Nodig ze uit op de koffie en dan hebben ze beloofd dat zij iets lekkers meenemen voor bij de koffie.